Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto veel wolken boven Nederland en het blijft vandaag dan ook veelal bewolkt. En het wordt ook nat, met name in het midden en het zuiden van het land kan het geruime tijd regenen of motregen. En er is ook kans op natte sneeuw. In het noorden zijn er overwegend droogperioden, maar ook daar kan het nat worden. En vanmiddag dan loopt de temperatuur uiteen van 3 graden in het noorden tot zo'n 5 graden op de Wadden en er staat een matige westelijke wind. Vanavond draait de wind naar het noorden en wordt het van het noorden uit droog. Het klaart op en in Limburg kan het vannacht licht gaan vriezen. En morgen ziet het er heel anders uit. Het is droog en de zon schijnt geregeld en de temperatuur ligt tussen de 5 en de 7 graden. De wind waait vanuit het noordwesten, is aan zee vrij krachtig. Dan hebben we begin volgende week een aantal droge dagen. Maandag en dinsdag blijft het droog en de temperatuur ligt overdag tussen 3 en de 5 graden. 'S Nachts kan het licht gaan vriezen, maar vanaf woensdag wordt het weer wisselvalliger en gaat de temperatuur geleidelijk aan weer iets omhoog. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.